Jan, KBO, waar staat dat voor? Katholieke Bond van Ouderen. De K die is niet zo sterk meer tegenwoordig. Het is meer een C bedoeld, dus een zachte K. Wat doet KBO eigenlijk? Wij behartigen de belangen van de ouderen in Veldhoven, of met name in Zeelst. En we doen daar ook een aantal ontspanningszaken regelen met die mensen. Dus dat ze besteding van hun vrije tijd, fietsen, wandelen, et cetera. Hoe zit de structuur een beetje in elkaar? Nou, je hebt hier in Veldhoven 5 afdelingen. Dus van de kant, dan vallen die al mensen erop. Even voor. Er zijn ook nog kortingen te krijgen voor leden van de KBO. Ja, er zijn met een aantal zaken in Veldhoven en daarbuiten zijn afspraken gemaakt waarbij men korting kan bedingen als we daar als KBO-lid artikelen kopen. Maar ook een bril bijvoorbeeld aan laten meten. En dat kan oplopen van 5 tot 7,5%. En ook op de ziektekostenverzekering is een korting verkrijgbaar, dus bij een paar verzekeringsmaatschappijen. VGZ en de IAK zijn dus kortingen te krijgen. Ook CZ gaat daarin mee. Ja. Dus dat kan voor een lid met een lidmaatschap van €25 wel heel gauw voordelig zijn. Dat kan een behoorlijk voordeel opleveren. Eigenlijk nog nieuwe leden nodig? Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Het is een gezellige vereniging. We hebben nu ongeveer tussen de 400 en 450 leden. En in andere kerkdorpen zijn er wat meer lid hier en daar. Maar die hebben een groter gebied wat ze bestrijken. En wij beperken ons tot Zeelst en de Keelen. En dan worden natuurlijk de activiteiten begeleid door vrijwilligers. Ja. Heb je die voldoende? Nou, nooit voldoende. Maar we staan altijd open voor mensen die ons willen ondersteunen. Door wandelingen uit te zetten, fietstochten, andere zaken. Dus gewoon die middagen voor te bereiden, handwerken, dat soort dingetjes. Dat gebeurt allemaal. Dus je kunt nog genoeg vrijwilligers gebruiken. Ja. Ik snap het. Ja. Nou heb ik ergens in een boekje gelezen, Jan. KBO Zeelst maakt zich sterk voor uw belang. Wat houdt dat nou precies in? Nou, dat is wel een moeilijke vraag. Maar het is wel, wat ik al zeg, belangenbehartiging is natuurlijk een heel, heel fijne, fijngevoelige zaak. Maar dat kan alleen maar in grote verband eigenlijk. En dat moeten we doen via de kring, omdat de kring contact heeft met de gemeente en met andere overheidsinstanties. En daar kun je samen, doordat je samen sterk bent, kun je daar wat afspraken afdwingen op allerhande gebieden. Twee vragen wat je conventioneel wordt, een bod wat je altijd in die volgorde moet doen. Zeggen, het is maar een boer.
kleine stad, geef ons de gat, want daarop kwam het brand. We spullen op een stuk te deel en maken gymnastiek. We klimmen op een verre rug, ga allemaal magnifiek. We laten er een beltje los, de zondags in de doel. Ze zeggen, is maar een boerengat. Dan zeggen wij ook wel, wat weet er toch weinig van. Houden jullie de stad, geef ons de gat, want daarop kwam het brand. We hebben een Zilske voetbalclub die de naam van u naar draagt. Ze komen dit jaar niet veel te kort, ze spullen nog onverzaagd. Want binnen een club al uit de stad wordt eigen voetbal weg. Onderhand al gauw de kracht ervan. Ze zeggen, is maar een boerengat. Dan zeggen wij nog man, wat weet er toch weinig van. Houden jullie de stad, geef ons de gat, want daarop kwam het plat. Waarom wij houden van ons dorp, ook daar ligt voor de hand. Niemand van ons kent zich te groot, onverschillig van welke stand. Van Hermof Rijk, nu goeie dag, het klinkt toe allemaal toe. Wilde jullie soms ruilen met de stad, dan zeg. Ze zeggen, is maar een boerengat. Dan zeggen wij ook man, wat weet er toch weinig van. Houden jullie de stad, geef ons de gat, want daarop kwam het brand. Ja, hier nog in.
ziet u een beetje een vreemd, ziet u een beetje een vreemd gevormd gebouw. Als u een beetje fantasie gebruikt, dan ziet u daar een vis in, grote walvis, grote kop met een staart erachter. Ik wil u even voorstellen, Rien de Bergen. Vroeger hadden wij thuis een heel oud schot met dollar in een varkenskooi. En in die kooi lagen ons varken, zacht dronken tot verstrooi. En als wij s'avonds gegeten hadden, dan bracht ik een overschot, die bracht ik dan naar onze knor in zijn varkenskot. Meneer Wek, wie was dat? Mevrouw Wek. U mevrouw? Wek, nou, je hebt het bekend goed, je krijgt een 7. Mijn werken is eigenlijk uitgevonden door Nicolaas Appert. En dat was een Zwitserse legerkok. En die verkocht die uitvinding weer aan een Zwitserse familie. En die verkocht die uitvinding aan Johan Wek. En Johan Wek, die verzon als je groente, vlees en fruit had. En je deed dat verkoken. En je deed dat dan in zo'n glazen pot. Dan de gummi riem erop. Dan een glazen deksel erop. Alles met een klem vastzetten, dan al die potten in een grote ketel op een standaard, warm water eroverheen, warm maken tot over de 100 graden, dan konden alles wat hierin zat heel lang bewaren. Weet je het nog? Wie heeft de vroeger wel eens ooit gewekt? Die mevrouw door, met de versie nou van Miss Eetan. Zeg, luister het eens, mevrouw, luister het eens. Waar heb je vroeger allemaal gewerkt? Boontjes. Appelmoes. Appelmoes. Ja. Luister het eens even. Heb je vroeger ook wel eens ooit hoe een mens gewerkt toen dat hij anders te laat op zijn werk was? Nee, want hij was heel goed. Wat is hij dan, ruwe mens? Hij, ja. Oh, hoe heb je toch langs kunnen kijken? Ja. Ons moeder die wekte vroeger altijd kersen. En als ze dan die kersen gewekt had, dan moest zaterdagsmiddags onze pa al die wekflessen bij ons naar boven brengen. Had in de gang hadden zo'n trapje, ja, en dan hadden een overlopje. En dan in de overlopje hadden een plafonnetje. En dan in dat plafonnetje zaten een luxje. En dan bracht onze vader dat trapje mee, weet je niet? En dan moest ons moeder op dat trapje staan. En dan gaven zijn vader al die flessen aan. En die moest ons moeder dan op dat zulderkje inzetten, hè? Ziet het voor u? Ja. En waarom ons moeder altijd op dat trapje moest staan en zijn pa moest omgeven, dat weet ik niet. Maar ons moeder moest altijd op dat trapje moest staan. En dat was een heel gevaarlijk trapje. Want ik heb wel eens ooit op één zaterdagmiddag gezien, hè, dat zijn vader ons moeder 5 keer heen moet opvangen. Ja. En als onze vader en onze moeder dan op het feest waren, dan pakten wij ook dat trapje. En dan zetten we ook onder dat luxje. En dan pakten we zo'n pot met kersen. En dan aan die wekkering trekken, gaan we een stuk of 8 in onze mond en terugzetten, hè? Ja, dat merkte onze moeder toch niet. Hé? Nee.
Tenminste, dat dochten wij. He? Totdat ze een paar weken naar de raam van boven naar beneden riep, Piet, die verrekte jongen hebben op de kersten gezeten. Want dat kon ze zien, hè. Want daar kwam de... Daar kwam de schimmel op, hè. Maar daar waren ze vroeger niet zo flauw mee, ben ik gek, hè. Schimmel werd er gewoon afgehaald. Kersen werd er nu opgekookt. En ik deed de zondagsmiddags weer ook de griesmeelvulling, hè. Trouwens, zoals jullie horen, doe ik mijn voordracht gewoon plat in het dialect. En dat is voor mij op zijn Oosterwets. Want daar ben ik geboren en zo heeft ons moeder mij dat geleerd. Daar zal ik straks wel wat meer over vertellen. Maar als jullie willen dat wij overgaan naar het ABN, heb ik daar geen enkel probleem mee. Dan veranderen wij verken in varken, kooitjes in kaantjes en zulk in hoofdkaart. Jullie mogen het zeggen, Jos van Delft die betaalt dadelijk gewoon die 300 euro. De hand tegen een meisjesonderbroek aangeslaan. Hij zei, en verder, want hij is nu wakker, hè? Ik zeg niks verder, want dan weet je het niet aan de kant. Maar als gevraagd wat schizofreen formalisme is, dat weten ze niet. Trouwens, niet eerder. Ik zeg, ik moet over een paar maanden naar de KBO in Zeels. Ik zeg, en ik weet zeker als ik daar vraag, niet eerder. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat jullie ook allemaal goed lid kunt worden van de Lions. Jullie weten net zoveel als zij, ook niet. Ik was een paar maanden geleden bij ons in Durp met een briljoot, met een opticien, met Jan Dries. Ik zeg, gods Jan, wat is nou het verschil tussen vroeger en tussen nou? Hij zei, des gemak zat. Hij zei, vroeger hadden de mensen geen bril, ze moesten maar zien. Ik zeg dan heb ik voor jou ook in. En hij zegt hoezo? Ik zeg nou, ik zeg ik zie niks en dan zit ik mooi bij de kerk. En hij zei, ik heb een neef en dat is een nicht. Als wij vroeger een toffe zaterdag te eerder gewoond door Lummers gewoond door meiden, dan kreeg ik ons een paar keer heel trots rond en dan zei ik tegen ons moeder Murphy. Door samen krom te liggen en wij het recht kunnen halen. En toen zijn vader en moeder pas getrouwd waren, hebben ze dat nog gedaan ook. Toen moest onze vader van ons moeder stoppen met roken. Ze zei, Piet, je stopt met roken, de gordijnen worden er geel van, het kost geld en het is ongezond. En gewoon stoppen. Als jij wilt roken, zei ze, dan rookte je maar op de plonsplein. Oh, ja. En zijn pa was binnen 14 dagen van het roken af. Ja, maar dat valt niet mee, roken op de plonsplein. Dat valt echt niet mee, douwen en trekken tegelijk. Trouwens, wie kent er nog die wc van buiten? Met de harten eruit gezorgd in de deur. Morgen de vogeltjes komt horen fluiten. Dringen de spinnenkop boven de grote scheur. Wat zal er met die plank gebeurd zijn? Die plank met een rond gat erin. Waar je voorzichtig op moest gaan zitten. Zodat er geen splinter om een billing ging. Ja, ik was blij Vermeire is vermaire.nl en dan vindt u me wel. En luister, lieve mensen, luister. Dan hoeft dat echt niet iedere keer 1000 euro te kosten. Dat kan makkelijk voor de helft. En dan hoort deze jaar reld of zeld. Blijf lagen en zie dat je het stelt. En als je een kaartje nodig hebt, dan moeten we met de floormanager zijn. Mensen, het beste, tot ziens. Houden.